gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Natuurlijk ook in de gemeente Breda. En Peter Bakker is de lijsttrekker van GroenLinks. Zijn foto laten we vandaag zien. En natuurlijk stellen we ook hier weer de vraag op winkelcentrum De Burgt of dat er gestemd gaat worden op 21 maart. Als ik u deze foto laat zien, dan weet u denk ik niet wie dat is. Nee. Want u woont nog niet zo lang in Breda. Ik woon hier 4 maanden dus. Ja, ja. Ga u stemmen op 21 maart? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Weet u dan ook al, u hoeft niet te zeggen welke partij, maar weet u wel welke partij? Nee. U zit zelf op een stembureau, vertelde u mij. Ja, dat klopt. Hoe is dat om op het stembureau te zitten? Ik heb geen idee. Ik zou eigenlijk vorig jaar voor de eerste keer dat doen. Ja. En toen overleed mijn schoonvader. Dus ja, toen kwam er iets tussen. Ja. Dus dit jaar opnieuw de cursus gedaan en ja, nu ga ik daar op het Groene Woud zitten. Ja. Hebt u zich al een beetje georiënteerd op de Bredaarse politiek? Nee, in het geheel niet. Dat wisselt wel eens een keer waar u op stemt dus? Ja, ja. En zit je dan heel de dag op het stembureau? Nee, dat is of een ochtend of een middag. Mm-hmm. En dan in de avond moet je wel mee terug om te tellen. Oh ja, ja, dat moet dan ook gebeuren natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dan heb je zelf toch ook wel eventjes gelegenheid om te stemmen, neem ik aan? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar dat weet u nog niet zeker, wil je dat gaan doen? Ik ga wel stemmen, maar ik ben nog niet zeker waarop ik ga stemmen. Ik denk dat ik waarschijnlijk een partij kies die ik als van oudsher gewoon kies. Ik ben vrijwilligster en ik heb nog wel eens wat met de gemeente. Dus dan kijk ik altijd eventjes wat in mijn straatje ligt. Ja, natuurlijk, ja. Maar nu ga ik gewoon, want ik ben voor de bejaarde boodschappen aan het doen. Succes. Ja. Ik ga wel even kijken waar iedereen er precies voor staat en wat men belooft. Ja. Ja. Of ze het ook waar maken, hè? Ja, dat is pas achteraf natuurlijk, hè. Daar kun je niks van zeggen. Dat is moeilijk, hè? Ja, inderdaad. In ieder geval succes op het stembureau. Ja, dank u wel. Hoi. We gaan vanmiddag de wijken in, maar ik neem jullie graag eerst mee langs wat punten die voor mij heel belangrijk zijn om me in te zetten voor GroenLinks. Staan we bij de Nieuwe Vesten. Voor mij een belangrijke plek omdat ik zelf graag lees en in boekenneus. Maar Nederlands is ook superbelangrijk om goed te beheersen om mee te kunnen komen. En hier wordt volop gewerkt aan mensen om, als je niet vroeger nooit goed op school hebt gehad of uit een ander land komt, om Nederlands onder de knie te krijgen en volop mee te kunnen doen. Hier zijn we in het Markdal. Breda is omgeven door heel veel mooie natuur. Markdal is een van de parels op dat gebied. En ik ben heel graag buiten, zit veel op de racefiets en ik hou het graag in het buitengebied zoals het is. En dat wil ik, daar zet ik me graag voor in. We staan hier voor de sociale werkplaats van Breda, de WSW van de ATR-groep. Mijn vader was jarenlang werkleider op een sociale werkplaats. Ik heb in die tijd echt meegemaakt hoe trots mensen op de werk waren. Echt, het gaf mensen het idee van wij doen ook mee. Nou, met de komst van de participatiewet is de WSW min of meer opgeheven. Er komt geen nieuwe instroom meer in, maar we moeten er echt heel veel werk van maken dat ook deze groep mensen volop mee kan doen in werk. En dan bij het gewone bedrijfsleven of bij de gemeente zelf. En daar gaan we zelf over. En we moeten er echt werk van maken dat deze mensen aan de bak komen. Ik sta hier in de Haagse Beemden, belangrijke wijk van Breda. Daar gaan we vandaag als GroenLinks langs de deuren. En we hebben een groot team vandaag. Yay! Ik ben Tom van der Leij. Ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En ik vind het ontzettend leuk om hier in Breda te zijn. Een campagne te voeren. Dus op naar een mooie uitslag maakt. We hebben een nieuw lid mee, Emma. Hi. Vind je het leuk om mee te gaan, Emma? Ja, hartstikke leuk. Is heel gezellig. Een beetje koud, maar wel leuk. Waarom vind je het belangrijk om voor GroenLinks mee te lopen? Ik was ook heel benieuwd wat er allemaal nou speelt in zo'n wijk. Waar mensen zich wel zorgen over maken, waarover juist niet. En ik was ook heel nieuwsgierig hoe zoiets zou gaan. Ja. Nou, ik heb laten zien waarom ik me graag inzet voor GroenLinks. En ik zou zeggen, doe mee met ons. Wil je meer weten van GroenLinks? Kijk op onze Facebookpagina of kom ons opzoeken aan de Markendaalseweg 2. We geven je daar graag meer informatie over onze standpunten.